Dat het veilig moet zijn, is een belangrijke voorwaarde. Het is wel heel belangrijk dat die onafhankelijkheid als kerncompetentie zowel verankerd wordt in de takenbevoegdheden als gewoon ook in de organisatie, in de ontwikkeling van de controleorganisatie. Ik denk dat het dan juist de rol is van de accountants om ervoor te zorgen dat het op de agenda blijft. Maar tegelijk, als je te snel gaat, dan denk je dat je het op orde hebt, omdat je een paar afspraken maakt met elkaar. Maar dan zitten ze niet geïncorporeerd in het denken en handelen en doen van de mensen. En dan werkt het nog niet. Welkom bij de podcast serie Breed perspectief op lokale overheden. Leuk dat je luistert. Lokale overheden hebben een fundamentele rol rond maatschappelijke thema's die ertoe doen. Denk aan de woningcrisis, de energietransitie, de jeugdzorg, maar ook de uitvoering van specifieke regelingen. Dit vraagt veel van de organisatie en de processen van lokale overheden. Lokale overheden willen belangrijke ambities en doelstellingen realiseren en tegelijkertijd voorkomen dat overheidsgeld op een niet-doelmatige manier wordt ingezet. College en raad hebben behoefte aan helderheid en houvast. Goede interne beheersing, verslaggeving en controle zijn daarbij cruciaal. In deze eerste podcast gaan we in gesprek met diverse stakeholders om aan de hand van verschillende voorbeelden het belang van interne beheersing te bespreken, inclusief wat de rol van de bestuurders en de organisatie kan zijn. Wat kunnen we leren van de verschillende perspectieven van onze gasten? Hallo en welkom allemaal bij onze eerste podcast. Samen met een aantal gasten praten wij vandaag over de kwaliteit van interne beheersing bij gemeenten. Mijn naam is Martine Koedijk en ik ben partner bij PwC en sectorvoorzitter lokale overheden. Ik ben hier samen met Anton Ilke Gerritsma. Anton Ilko is mijn collega bij PwC en net als ik actief als extern accountant bij verschillende gemeenten. We delen de liefde voor de sector en het vak. Daarom hartstikke leuk om deze podcast samen te maken. En zeker ook welkom aan onze gasten die we vandaag in de studio hebben. Interne beheersing is de basis van een organisatie, maar is in de politieke arena minder zichtbaar. Tegelijk verwacht iedereen, waaronder de raad natuurlijk, dat de interne beheersing op orde is. Terwijl continue nieuwe regelingen op ons afkomen en. Daar moet je dan ook maar de tijd vinden om het weer op te lossen. Tijd dus om met onze gasten te kijken wat er allemaal is gerealiseerd en wat er nog te doen staat de komende jaren. Maar voordat we beginnen wil ik natuurlijk eerst onze gasten aan u voorstellen, die alle drie hun eigen perspectief inbrengen in dit gesprek. En als eerste wil ik graag Jeroen Joon, wethouder in Apeldoorn, het woord geven. Dankjewel. Jeroen Joon, sinds deze periode wethouder in Apeldoorn, daarvoor al twee keer wethouder geweest in andere gemeentes lang in het bedrijfsleven gezeten bij Merchants Acquisitions en 14 jaar ondernemer geweest. Dank je wel. En dan gaan we door naar de raad. Daarvoor hebben we Maaike Baljeu aan tafel zitten. Zij is voorzitter van de auditcommissie Haarlem -en Meer. Dat klopt. Dank je wel ook voor de uitnodiging. Dank jullie wel. Mijn naam is inderdaad Maaike Baljeu. Ik ben sinds zeven jaar raadslid in de gemeente Haarlem -en Meer, waarvan de afgelopen drie jaar ook voorzitter van mijn eigen fractie... Maar ik ben ook sinds begin eigenlijk lid van de auditcommissie. En sinds de herindeling van de gemeente Halenbermeer, 2,5 jaar geleden, voorzitter van de auditcommissie van onze mooie gemeente. En daarnaast doe ik het een en ander als bestuurslid van iedereen. En ik ben eigenlijk opgeleid als celbioloog. En nog steeds verbaasd dat ik hier verzeild ben geraakt. En vanuit de gemeentelijke organisatie hebben we ook een gast aan tafel. En dat is Mario Lamers. Zij is de construurcontroler. En directeur middelen en controle moet ik eigenlijk zeggen van Gemeente Rotterdam. Dankjewel. Beide is waar. En uh, dat doe ik sinds uh, januari pas van dit jaar. Niet helemaal nieuw in gemeenteland, maar ik heb hiervoor vooral binnen de landelijke overheid, het Rijk en daarbuiten, ben ik werkzaam geweest. Vaak om het, uh, de controlefunctie op te zetten bij de nieuwe Nationale Politie, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst uh, hiervoor. En ook binnen Defensie ben ik actief geweest in het ontwikkelen van het uh, controle- en ook interne beheersingskant van de organisaties. En altijd met veel plezier. En ook vanuit een heel erg sterk verantwoordelijkheidsgevoel dat wij heel goed moeten weten waar wij ons belastinggeld aan spenderen. Kijk, een nog een veel bredere blik dan wij dachten. Niet alleen de gemeenteblik. Dank jullie wel. We hebben dus een wethouder, een raadslid, een concerncontroller en een accountant aan tafel. Vier verschillende lenzen om naar interne weersing bij gemeente te kijken. En we vinden het leuk om met elkaar van gedachten te wisselen en onze ervaringen te delen. En we beginnen deze podcast breed met een eerste verkenning of situatieschets, om dan vervolgens specifiek naar praktijkvoorbeelden te gaan en naar de adviezen om af te ronden. Mario, ik wil met jou beginnen. Je zei het net eigenlijk al, je hebt bij de politie gezeten, bij de Belastingdienst. Wat viel je nou op toen je bij Rotterdam binnenkwam? Nou, ik werd aangenaam verrast. Al toen ik me oriënteerde op de functie en even al googlend zocht naar wat is er zo te vinden, krijg je een heel mooi en transparant overzicht op een website. Wat doet de gemeente? Wat, hoe ziet de begroting eruit? Hoe ziet de afgelopen verantwoording eruit? Kortom, gerangschikt. Ook lekker concrete targets waar dan ook verantwoording over werd afgelegd. Kortom, ik was redelijk onder de indruk, kan ik al zeggen. Want dat was ik niet gewend. Dat was je niet gewend? Dat is denk ik, ik zie namelijk het raadslid een beetje kijken, van dat is toch normaal? Normaal, ja, dat, dat zou je denken. Want voor mij was toen ik raadslid werd, de beweging om onder andere in de auditcommissie te gaan, omdat ik heel graag wilde weten: hoe hou je nou zicht op bij ons dan 500 miljoen euro? Zowel van de rechtmatigheid, maar ook doe je daar nou de juiste dingen mee? Dat vond ik een hele interessante vraag. En een van de dingen die mij dus weer als volksvertegenwoordiger opvielen, was toen ik voor het eerste jaarstuk zag. Dat het eigenlijk heel erg ging, ook in het debat in de Raad trouwens, over hoe we het financieel gedaan hadden. Maar ik was volksvertegenwoordiger geworden om te weten wat we voor onze inwoners aan het doen waren. En daar zat voor mij een enorme schuring in, ook in mijn hoofd. Maar ik dacht, dat klopte eigenlijk niet in mijn beleving. Dus ja, je geeft eigenlijk meteen aan, zo van, het is niet alleen het geld, maar het gaat ook om juist om de doelen. Maar toen jij binnenkwam bij Rotterdam was je dus blij verrast. Heb je een idee waarom het bij de gemeente beter was dan bij de nationale politie en de Belastingdienst, of was het toeval? Nee, ik denk het niet. Het is ook wel zo dat het vrij concreet kan zijn binnen een gemeente, vrij overzichtelijk. Weliswaar een heel breed terrein. Maar ja, je kan echt zeggen, wij gaan het aantal bijstandsgerechten met dit percentage verminderen, of wij verantwoorden ons over deze uitgaven. Op dat veld, dat is dan, ja, het is ook wel concreet te maken. Dus ik vind uh, in dat opzicht uh, begrijp ik het ook wel. Aan de andere kant, hè, specifiek over interne beheersing. Toen ik bij de Belastingdienst werkte en we daar op weg zijn. Hè, dus de weg hadden ingeslagen in de traject om tot een ICS te komen. Een Internal Control Statement. Waren we naar gemeentes aan het kijken als voorbeeld. Jeroen? Ik moet je toch even plagen. Maar jij bent ook wethouder planning en control en wethouder personeel en organisatie. Dat was natuurlijk altijd al je politieke ambitie. Ja, die wilde ik er echt heel graag bij. Naast ruimtelijke ordening en economische zaken. Nee, maar het, het is wel zo. Ik kan al gezegd, ik ben al een paar keer wethouder geweest. Dus ik heb al wat verschillende portefeuilles gehad, ook financiën en ook personeel en organisatie. En het gaat eigenlijk wel, als je kijkt naar planning en controle in en interne beheersing, heb je ook heel veel met personeel en organisatie te maken. Want je hebt het niet alleen in procedures voor elkaar te hebben, maar ook in de processen en het elkaar kunnen vinden, het afspraken maken, ook met elkaar een richting opgaan. We hebben een organisatieverandering te maken, je hebt met cultuur te maken. Dus het haakt wel heel erg op elkaar in. Kan oh, me heel goed voorstellen. Maar is interne beheersing sowieso wel een onderwerp op de college tafel? Ja, bij ons uh, zeer zeker. Het is sterker nog. Het is een van de speerpunten die we als college geformuleerd hebben. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat het niet altijd even goed onder controle is geweest. Er is ook best wat veranderd de afgelopen jaren natuurlijk. Hè. Gemeenteland is volop in beweging. Kijk ook alleen maar naar de extra verantwoordelijkheden die je krijgt. Daarin de samenleving die verandert, de, de uitdagingen in projecten die veranderen. Mensen die doorstromen, nou noem maar op, zo kan ik een rijtje nog wel afgaan. En ja, daar loop je ook wel eens een bijltje met grote projecten. En dan vraagt de raad zich uiteraard en terecht af... Maar ook de accountant. Hebben jullie dit wel onder controle? En dan ga je toch nog eens een keer extra kijken van hoe kan ik dat nou toch nog verbeteren? Nou, dat hebben we dus gedaan. Dat doet dan onder begeleiding uiteraard van concern control. Wat dan onder mij valt en niet onder de wethouder financiën. Zo hebben we dat ook mooi gesplitst met elkaar. Daar hebben we ook gevraagd aan de organisatie echt ook met een meerjaren aanpak te komen. En die volgen we ook echt heel goed op met een stuurgroep. Elke zoveel maanden zitten we bij elkaar. Kijken welke stappen er gezet zijn. Ik haal het straks nog even op door, hè? want het was een aanleiding waarom het nu op de tafel ligt. Maaike, je vertelde net al hè, dat ik heel erg betrokken was van waarom wil ik dit doen. Hè? Ik kom zelf ook bij de gemeente Amsterdam vandaan. En daar werd de rekeningencommissie toch echt als corvée gezien. Hoe is dat in meer? Bij ons is dat eigenlijk niet het geval. En dat komt eigenlijk ook omdat er bij ons ook een incident is geweest. Toen heeft de raad gezegd aan de auditcommissie: de opdracht gegeven, gaan jullie nou eens uitzoeken wat er eigenlijk is gebeurd? Maar ook, wat kunnen we er dan van leren voor de toekomst? En daarmee werd de auditcommissie op dat moment ook wel... in een belangrijke rol gezet eigenlijk, voor een verbetertraject. En toen bleek dat ook bij ons de interne beheersing niet op orde was. En we hebben toen heel veel aanbevelingen... zijn er uit dat onderzoek gekomen. En die zijn ook door de Raad aangenomen, unaniem. Eén lijn was eigenlijk de interne beheersing. Het andere ging over de informatievoorziening aan de Raad... En eigenlijk de jaren daarop is er een groot programma gestart in de organisatie. Ook onder toezicht van de auditcommissie hadden wij natuurlijk ook onze rol in. Op gepaste afstand, uiteraard. Het programma Duurzaam in Controle. We hebben ook het Three Lines of Defence-model ingevoerd. En we hebben het gehad over de controlefunctie, over de versterking van de controle. Het ging ook over cultuur. Daar kijk je vanuit de auditcommissie natuurlijk van een afstandje naar. Wij zijn niet als raadsleden degene die de ambtenaren aansturen. Maar we hadden wel heel regelmatig met elkaar, met de ambtenaren daarbij... en ook met de wethouders overleg over, nou ja, hoe gaat het ermee? En uh, uiteindelijk hebben we ook een in-control-statement ingevoerd in onze gemeente. Jeroen? Ja, ik wilde even inhaken op dat cultuuraspect. Wat wel bijzonder is, denk ik ook voor ons, is dat juist daar de raad heel erg bovenop zit. Het cultuurtraject wat we ook doorlopen hebben de afgelopen jaren met de organisatie... Waarbij wij een hele sfeer hebben van veel informeel contact. Wat in principe natuurlijk ook prima is. Maar waar dan de verzakelijking mist, zullen we maar zeggen. De zakelijkheid mist en, de, en soms de professionaliteit mist. Dus dat hebben we echt hand in hand gedaan. En we hebben, je kan nog zoveel maatregelen nemen in het proces en in de systemen en de afspraken. Maar als de cultuur niet goed zit, dan gaat dat nog mis. En daar komt de raad ook steeds op terug. Maaike, jij wil nog reageren? Als wethouder zit je natuurlijk veel dichter op, de, op het personeel, hè, als, als raadslid niet. Maar wij waren er ook wel heel erg van doordrongen dat ook ja, wat je dan soft controls noemt, hè, van hoe gaan mensen daarmee om? Al, al maak je 77 ordners met regels, als er niet een sfeer is ook van veiligheid, ook van dat je een fout mag toegeven, dat je snel erbij bent om het zomaar te zeggen. Ja, dat zijn allemaal dingen de, wat op de werkvloer gebeurt. En dat is natuurlijk een proces voor mij als raadslid en als voorzitter van die ouderscommissie, is dat op afstand. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat een heel belangrijk aspect is. Waar het over moet gaan ook in de organisatie. Maar er hoort ook veiligheid bij. En dan kom je wel weer bij de raad. Ik vind dus dat je als raad, dat is mijn persoonlijke opvatting, dat je dus als raad dan een beetje afstand juist moet houden. In de zin van ja, je kunt niet tussen mensen gaan zitten. Maar dat het veilig moet zijn, is een belangrijke voorwaarde. Ja, ik vind het heel mooi eigenlijk dat je dat ook zegt, Maaike. Want juist als er een incident gebeurt, is dat moeilijk om veilig te houden. Hè? Laat, laat ik haast zeggen. Maar jou, ik zag je ook nadenken. En jij bent controller, jij zit daar binnen. Misschien ben je wel onderdeel van de cultuur. Hoe ervaar jij dat? Nou, dat ik denk dat het heel goed is. En nou, we hebben daar concrete voorbeelden van dat als een raad bijvoorbeeld een raadsenquête... een onderzoek naar aanleiding van een gebeurtenis doet, dat dat ook als steun in de rug kan worden ervaren door de controller, die ook zeg maar de navolging van die bevindingen en ook conclusies van de raad. Ja, dat ook op de agenda houdt. Dus het kan ook zeker een steun in de rug zijn. De transparantie die de raad vraagt, helpt de transparantie in de organisatie. Dus dan helpt het op die manier ook de cultuurverandering. En dat kan je ook doorvertalen. Een Tweede Kamer die iets vraagt naar een. Dus dat vind je op diverse niveaus. Maar die afstand is ook iets kleiner. Dus ik heb nu al ervaren hoe soms zo'n uh, raadsenquête in dit geval uh, kan werken. En uh, je, je kan helpen in je rol invullen. Ja, dat snap ik. En ik, ik wil nu naar de blik van, van de accountant uh, Antoneelko. En ik moet eerlijk zeggen, ik zat een beetje te glimmen toen ik uh, jullie hoorde praten. Want ik hoor gewoon een raadslid het over de freelines uh, hebben. We hebben een wethouder die over cultuur praat. En ik denk dat heel veel met, ja, sectoren in het bedrijfsleven hier misschien wel heel erg veel van kunnen leren. Als je ziet uh, hoeveel kennis er al over is. Antoneelko, aan jou de vraag. Hè? Wij lopen samen veel rond uh, bij gemeenten. En, en ja, wat is jouw analyse, hoe, hoe, in jouw beeld van de afgelopen periode? Nou, ik hoorde het Jeroen eigenlijk net ook al even zeggen. Er is best wel veel bijgekomen bij een gemeente. Hè? Nieuwe taken met veel geld wat daarbij komt. En ja, dat moet je dan toch maar weer in je organisatie inbedden en zorgen dat daar een gedegen proces onder komt. om daar ook weer netjes verantwoording over af te kunnen leggen. Uiteindelijk is het zo dat je niet verrast wilt worden. Hè? De raad wil niet verrast worden met grote verschillen tussen begroting en realisatie. Je wil als organisatie niet verrast worden dat je op allerlei reparatieacties wil ondernemen. Dus dat is de problematiek. En je ziet dat er ook steeds meer aandacht voor komt, ook met een rechtmatigheidsverantwoording die ergens op de horizon ligt. Er komt er eigenlijk nog meer verantwoordelijkheid bij het college om zelf verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid, waar ze trouwens nu ook verantwoordelijk voor zijn. Jeroen, we gaan eigenlijk naar de volgende stap en we gaan wat meer zeg maar, naar de. Het probleem, het incident en de oorzaken. Maar ook wat doet het eigenlijk met je? Hè? Want ik was uh, twee jaar geleden. kwamen er twee incidenten bij elkaar in Apeldoorn. Een, een projectplein uh, van de stad, wat niet zo lekker liep. En ook het sociaal domein, waar opeens een onverwachts uh, groot tekort uh, samenkwam. Nou, dat debat in de raad, dat was niet zo fijn. Uh, en wat deed dat met jou, uh, Jeroen? Nou ja, weet je, je bent als wethouder en bestuurder gewoon eindverantwoordelijk. Je doet je stinkende best om het zo goed mogelijk te doen. En je wil helemaal niet gaan rapporteren eigenlijk natuurlijk dat je ergens buiten begroting bent gegaan op een of andere manier, want je hebt als wethouder heb je alleen maar indirect grip op controle op wat er gebeurt, zal ik maar zeggen in het veld buiten hè, met aanbestedingen en dat soort dingen, hoe projectcontrole voor elkaar zit en hoe de rapportagelijn loopt. Dus daar ga je dan vanuit. En dat is altijd lastig. En dat weet ik me nog te herinneren van de eerste keer dat ik wethouder werd, is dat je geen lijnverantwoordelijkheid direct hebt. En dat is best lastig, dat moet je realiseren. Maar dat je wel als bestuurder verantwoordelijk bent. En op zo'n moment ben je dus ook echt als bestuurder verantwoordelijk. Dus dan moet je ook gaan ingrijpen. Want je wilt natuurlijk niet, en dan lag toevallig... Eh, je bent als college verantwoordelijk. Ik lag niet in mijn eigen portefeuille, omdat ik die projecten niet doe. Maar je bent als college verantwoordelijk. En ik, vanuit mijn planning en control functie, met concern control... heb een bepaalde functie dan in te nemen, rol in te nemen... Om te zeggen, ja, wij accepteren dit niet. Er moet echt ingegrepen worden. In dit geval bijvoorbeeld op projectmanagement we projectmatig werken. Ja. En dat zat gewoon niet meer goed in elkaar. Daar spraken mensen elkaar niet meer aan op kosten die gemaakt werden en risico's die ingeschat werden en dat soort dingen. Dus dat was één deel. De cultuur weer. hè? En dat is toch weer cultuur. Hè? Ons kent ons, en we gaan informeel met elkaar om en dat soort dingen. Nou, dat is wel een ding waar je als wethouder best van schrikt. Wat dat betreft, en je wil het ook niet, hè? het is allemaal maatschappelijk geld. Hetzelfde geldt natuurlijk op het sociaal domein, wat naar ons toegekomen is. in die, nou, die hele transities die er zijn, waar je dan ook je best doet om dat zeg maar, met z'n allen zo optimaal mogelijk te organiseren en in te richten. Wat ook voor de accountant niet makkelijk is, hè? we weten het allemaal met de, uh, verantwoording en dat soort zaken. En waar je eerst hebt gezegd: nou laten we het nou eerst maar eens een keer, dat kun je je nog wel herinneren, die eerste fase dat het naar die gemeente ging. Maar laten we nou eerst maar zorgen dat het allemaal werkt. Want we krijgen het eventjes in ons schoot geworpen. Maar het moet nu wel even gaan lopen. Want we willen niet dat daar straks van alles misgaat in de maatschappij. Dus dat is de eerste stap die je organiseert. Ja, en dan gaat er wel iets, iets niet goed. En wij hadden natuurlijk wel voorzien dat we hadden gedacht: van, ja, dat gaat nooit goed met die kosten. Uiteindelijk. Het ligt natuurlijk aan wat voor raad je hebt, wat voor beleid je hebt in je gemeente. Hè? Zet je de deur open of zet je de deur dicht? Maar je kan niet aan de knoppen van inkomens draaien. Je hebt een knop van kosten waar je aan kan draaien. En als ik zo terugga, van je, nou, je verantwoordelijkheid, want jij bent dan de bestuurder. Wat gaat er dan ook door je heen van, had ik maar dit of had ik maar dat, of was dat dan niet? Ja, weet je, het, vooral het sociaal domein bij projectmanagement kan je dat nog zeggen. Hè? Dan hadden we dat maar eerder misschien eens een keer heel goed tegen het licht gehouden bij een groot project dat komt. Nou is het bij ons ook niet zo dat we dagelijks dusdanige grote en complexe projecten hebben. In dit geval was er gewoon een constructieberekening niet goed gedaan. Van de draagvlak van een parkeerkelder. Ja, wat kan je doen als wethouder in zo'n geval? Dat is lastig, want dat kost tonnen extra. En dan ga je over het projectbudget heen. Maar dan toch moet je dat wel in de knip hebben. Want je bent verantwoordelijk. Dus daar ga je doorheen. In het geval van het sociaal domein is dat veel lastiger. Want je hebt ook open eindregelingen. Je hebt beleid wat vastgesteld is door een raad. Je hebt een cultuur in een gemeente die heel sociaal is. Dat is veel lastiger. Om te doen met heel veel aanbieders, met heel veel cliënten. En niet alleen uit Apeldoorn zelf, maar we zijn natuurlijk wel een gemeente waar ook veel van buitenaf komt. Want we zitten op de Veluwe en daar komen veel zorgmensen van buitenaf. Waar wij wel de kosten hebben, maar niet altijd de inkomsten. Dus ja, dat is wel een hele uitdaging, denk ik, als college, om daar dan in te grijpen. Maar ook, ik denk ambtelijk, hè? niet alleen voor een college een uitdaging, maar ook ambtelijk. Altijd, denk ik. Ja. Maar wat ik mooi vind aan jouw reactie... is dat je eigenlijk allerlei analyses al gedaan hebt. En die zijn natuurlijk na afloop gedaan. Hè? Dus er is heel goed gekeken van wat is nou eigenlijk de oorzaak? Waar moeten we op gaan sturen? En dat is denk ik heel karakteristiek. Maar ik ga even naar, naar Haarlemmermeer. Ook Haarlemmermeer, een incident, was ook de reden... Zeg maar, dat jij in de auditcommissie zat... en dat jullie, aan jullie ook werd gevraagd... om dat te gaan monitoren... Vertel eens, hoe vond je die rol? Vond je het normaal om die rol te doen? Vertel eens wat je toen ervoor bij die dat, dat crisis, hè? want je hebt, het altijd, je hebt het er altijd wel over van, dat was best wel heel spannend en daarna komt een heel veel beter traject. Kan je iets vertellen over dat geheel? Ja, dat wil ik wel doen. Ik was natuurlijk raadslid en op een gegeven moment kregen we van de een concerncontroller bericht. Die kwam verslag uitbrengen, maar uiteraard via het college, dat er een overschrijding was in een budget. Nou, de gemeente Haarlem en Meer ontwikkelt juist ontzettend veel. Er gebeurt echt, ik woon daar twintig jaar. Er zijn hele enorme wijken uit de grond gestampt. Dus er gebeurt bij ons heel veel. En in dit geval was het eigenlijk een relatief klein project. Een verhuizing van een stadion naar een andere locatie. Omdat daar ook weer een woonwijk moest komen. En toen was er een kleine budgetoverschrijding. Maar er bleek ontzettend veel achter te zitten. Er waren vragen van de raad in het verleden niet goed beantwoord. Er waren allerlei boekhoudkundige dingen die niet klopten. Dus dingen die op de verkeerde manier op de balans stonden of helemaal niet. Er kwam eigenlijk steeds meer naar buiten. En ik was natuurlijk net raadslid. En ik was heel erg, echt heel erg geschokt. Want ik dacht: dit is niet transparant. Dit is niet hoe ik het had voorgesteld. Ja, en toen hebben we uiteindelijk dat onderzoek gedaan. En daaruit kwam ook een stukje cultuur bijvoorbeeld. Er zou een soort angstcultuur zijn in, elk geval in een deel van de organisatie. Waardoor dingen wel bekend waren, maar niet waren gemeld. Eigenlijk dingen die Roen net ook al vertelde. Hè. Dat soort analyses kun je daar ook op loslaten. Maar wat ik wel echt heel fijn vind, is dat, dat er toen dat verbetertraject nou ja, dat het ook echt is ingezet. En dat nou ja, daar kwam natuurlijk ook de rol van de controle bijvoorbeeld. Wat voor plek neemt die in? Nou, we hebben daar ook overigens als auditcommissie wel over gesproken. Van ja, bij wie hoort die dan? Wordt die dan misschien bij ons? Nou, nou ja, hele woeste. Ik, ik dacht zelfs op, zelf op een gegeven moment, misschien moet hij wel bij de Griffie intrekken. Ja, dat is een soort woeste gedachte. Maar aan de andere kant, nou ja, uiteindelijk is, ja, dat hoort natuurlijk niet zo. Maar wel vanuit de gedachte: van ja, bij wie hoort je eigenlijk? Eigenlijk hoort een controle natuurlijk een beetje een soort vrije vogel in de organisatie te zijn, die eigenlijk tussen al die gremia zijn rol vervult. Maar ik zie gewoon dat er heel hard is gewerkt. We hebben ook vanuit de Raad wel extra middelen beschikbaar gesteld om de controlefunctie goed op orde te krijgen. Dus ja, in die zin gaat dat echt volgens mij echt steeds beter. Er blijft altijd wel wat. Maar. In controle zijn betekent niet dat je nooit een fout mag maken. Maar dat betekent dat je hem opmerkt en het ook beter probeert te doen daarna. En dat concept is denk ik in de organisatie, maar ook in de raad ook wel ingedaald. Dat fouten maken, dat hoort er gewoon bij. Maar je moet er wel van leren. En, en dat, dus de raad is in die zin ook denk ik beter aangetakt bij de interne beheersing. Dat is denk ik echt zo. Komt denk ik ook omdat jullie als auditcommissie ook de raad steeds meenemen. Ik denk dat dat wel heel specifiek is, hè? dat jullie als auditcommissie ook echt in de raad daarover verslag doen. Dat klopt, ja. ja. En we hebben ook gezegd van het is ook een soort gedachte die we wel hebben. Van uiteindelijk, wij zijn met z'n 39 in de raad. En toen ik in net de raad zit, zag, zag ik een aantal heel geleerde heren, met name, die heel veel wisten van de financiën. Maar uiteindelijk is het echt een instrument, die PNC-cyclus, om ook gewoon te kijken of je het juiste doet voor de mensen. En om dus het is een heel belangrijk moment om de begroting of de voorjaarsnota of de jaarstukken vast te stellen. En dat concept daalt steeds meer in ook bij ons. Inderdaad, dat is natuurlijk ook een stukje cultuur. En dat vind ik heel fijn om te zien, heel belangrijk. Mario, jij wilde reageren? Nou, op twee manieren. Want inderdaad, die cultuuraspecten, Jeroen noemt het ook al, maar ik ook, waarin die veiligheid voorop staat. Maar dat is inderdaad een veiligheid die nodig is om fouten maken mag, maar leren van je fouten te propageren. En angstcultuur, dat is vaak in de analyses. Want bijna overal is interne beheersing aangepakt nadat er een incident was. Zo is er een verbeterplan ontstaan. Zo ook in Rotterdam in 2013. Na toch wat moeizame totstandkoming van de controle op de jaarrekening. of de afronding daarvan. En dat gold hetzelfde bij de organisaties waar ik eerder gewerkt heb. Er is altijd een reden, een incident of een paar incidenten die die aandacht vestigen. En dan gaat het erom hoe hou je dat vast. Daar is die cultuur, die soft controls, wat we ook al noemen, heel belangrijk in. Dus mensen moeten open een open cultuur waarin je meldt van hé, hey, gaat dit wel goed hier, hebben we hier goed aan gedacht? Daarin speelt de controle. Ik hoor jullie dat beide ook al noemen, een hele belangrijke rol. Hoe je hem ook ophangt, of je me nou aan, juist aan een andere wethouder koppelt die financiën niet in de portefeuille heeft, of wel of niet uh, direct laat vertellen in de raad uh, wat hij doet. Hij is in ieder geval onafhankelijk. Dat is een kerncompetentie. En een controller die uh, onafhankelijk opereert, die ook gewoon in de taken en bevoegdheden de ruimte heeft om altijd te escaleren. Als ik uh, met de gemeentesecretaris er niet uitkom, dan kan ik naar de burgemeester. Toen ik bij het Rijk werkte, dan kan ik naar de minister. Als ik vind dat ik mijn advies uh, niet te harte wordt genomen en ik me zorgen maak, dus dat, dat soort escalatielijnen moeten er altijd zijn. Niet om ze te gebruiken, hè? dan is het al te ver. Maar het moet heel duidelijk zijn dat die onafhankelijke positionering, ja, die is key. Dat is heel belangrijk. Ik geloof dan dus niet zo in één model. Er zijn verschillende wegen naar, uh, naar dit romen. Maar het is wel heel belangrijk dat die onafhankelijkheid als kerncompetentie zowel verankerd wordt in de takenbevoegdheden als gewoon ook in de organisatie. In de ontwikkeling van de controleorganisatie. Ik ben het echt heel met je eens. Het heeft mij ook heel erg geholpen als bestuurder op het moment dat het niet goed gaat met de interne beheersing. Je moet een plan van aanpak maken en ze moeten de organisatie doorgaan. Dat ik ervan uit kan gaan dat die concerncontroller inderdaad onafhankelijk is. Want ik moet op zijn advies straks kunnen vertrouwen. Die gaat de organisatie door met zijn collega's. En ik wil daar een goede interne beheersing plan van aanpak hebben uiteraard. En ik wil een goede analyse hebben wat er nou echt misgaat. Dus je helemaal gelijk wat jij zegt. Die onafhankelijkheid is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor, denk, voor een directie of zo, of naar een raad toe, maar ook voor mij als bestuurder. Maar ik wil nog even bij jouw rol blijven. De wethouder en de raadsleden die willen allemaal wat. Het moet beter, het moet transparanter, het moet meer in control. Wat zijn jouw uitdagingen zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen binnen een gemeente? Dat dat niet alleen van de controller is. Hè. Dat is de uitdaging. Om te zorgen dat dat draagvlak er vanaf het allereerste moment is. Hè. Als de lijn niet voelt dat uh, interne beheersing bijdraagt... in het halen van de doelen voor de burgers in de stad of de gemeente. Ja, als je dat niet krijgt en als de toon at de top er ook niet is... om dit belangrijk te maken... En, nou, mijn ervaring is dus ook: als die toonnettop de top er wel is, dan heb je ook dat draagvlak. En dan kan je ook makkelijker opereren. Maar je moet hem soms wel organiseren. En je moet hem ook echt vragen. En, nou, ik noemde net al dat je soms daar de raad, en de, de constatering van de raad, ook in kunt gebruiken. Maar net zo goed het college wat zegt: nee, dit vinden wij belangrijk. Zo'n laatste collegejaar, dat merk je in ieder geval in Rotterdam, dan zegt het college ook: ik wil dit netjes achterlaten. Dus dit is ook nu weer wat hoger op de agenda. moet ook weer zorgen dat dit. Netjes blijft en dat we niet dat onze opvolgers gewoon een goede boekhouding en een, een transparante verantwoording aantreffen. Anton de rol van de accountant. Hè? We hebben wat incidenten gehoord. Bij elk incident klinkt ook altijd: waar was de accountant? Hoe reflecteer jij erop? Nou, dat vind ik een zeer terechte vraag. Want als je kijkt, de accountant heeft juist ook die rol om te signaleren als er pijnpunten zijn. En ik vind het dus ook heel erg belangrijk dat de accountant dat rapporteert. En daar hebben we, denk ik, als accountant soms ook nog wel wat te leren. Dat we verder kijken dan alleen maar zeggen van ja, die jaarrekening is goed. Maar ook in het rapport opnemen van nou, dit zijn de zaken die er echt toe doen. Maar vervolgens denk ik dat er ook nog een belangrijke rol voor de accountant is... om te zorgen dat het op de agenda blijft. Nou, een beetje wat Mario ook al zegt. Die onafhankelijke rol heeft de accountant natuurlijk ook. En omdat het belang van de interne beheersing wel eens onderschat wordt. Want het blijft toch een beetje vaag. Wat is dat nou precies? Dus juist bij zo'n incident, nou dan komt het even hoog op de agenda. En dan komt er een mooi plan van aanpak. Het college rapporteert daarover en dan zakt het weer een beetje weg. Want dan is er zeg maar weer het volgende punt waar de raad belang aan hecht. En ik denk dat het dan juist de rol is van de accountant om ervoor te zorgen dat het op de agenda blijft. Daarnaast vind ik het ook, en dat vind ik ook nog wel een leerpunt voor accountants, dus ook benoemen wat er goed gaat. Vaak schrijven wij heel de dingen op die, waarvan je zegt van nou ja, weet je, dat had u beter kunnen doen. Maar het is ook juist, nou bijvoorbeeld zo'n TOZO-regeling... ik zie toch bij veel gemeenten dat dat een knappe prestatie is... hoe dat is ingeregeld en uiteindelijk met weinig onrechtmatigheden is uitgevoerd. Nou, en ik vind ook dat wij als accountant dat ook moeten benoemen. Ook nu zie ik geknik om me heen. Vooral het positieve, dat vindt natuurlijk iedereen heel belangrijk. Ik hoor ook wel iets van op de agenda houden en zetten. Maaike, volgens mij heb jij daar ook een rol in. Ja, natuurlijk. Ja, wij hebben natuurlijk een jaaragenda. We hebben trouwens hele goede ambtelijke ondersteuning ook vanuit de Griffie. Dat helpt enorm. Goed voorbereid altijd. Ja, en sommige dingen moeten ook gewoon terugkomen. En een van de dingen die wij doen in Haarlemmermeer, ik denk eigenlijk dat dat heel gewoon is, maar dat weet ik eigenlijk niet. We geven ook altijd aandachtspunten mee uit de raad. Nou, dat komt dan op een gegeven moment terug bij de bespreking van de jaarstukken. Dus dan, ja, we hebben het nu bijvoorbeeld, uh, hadden gevraagd over de VTA-kosten en over hè, de voorbereidingskosten en de toezicht- en administratiekosten van projecten. Dat is toch al altijd, gaat veel geld in om, hebben we veel politieke discussies over. Nou, houden we daar een goed sturing op? Dus nou, ja, dat zijn de dingen hoe je ook al dingen op de agenda kan zetten vanuit de Raad. En dan komt er na een jaar op weer terug. En dan is natuurlijk de hoop dat dat ook uh, nou, ja, wat oplevert. Inkoop en aanbesteding hebben we volgens mij ook gedaan. Dat is volgens mij overal. een Uitdaging met al Europese regels. Dus ja, zo agendeer je ook als raad wat. En is die raad ook gewoon goed betrokken erbij. Dus dat vind ik ook als voorzitter van de auditcommissie belangrijk, maar ook gewoon als raadslid. Nou ja, mooi. Als onszelf zijn we eigenlijk toegekomen aan het derde deel van de podcast. Dat gaat over de adviezen. Hè? Wat hebben we hier nou van geleerd? Wat zijn de tips? Maar ik gaf net al aan, hè? als auditcommissie, speerpunten meegeven aan de accountants, zorgen dat je adviezen geeft. Maar nu komen de verkiezingen binnenkort. Het zal weer sneller dan we denken. En hoe geef jij nou het stokje straks door? Nou, we zijn wel echt aan het nadenken als auditcommissie. Wat willen we nou doorgeven, zal ik maar zeggen? Zoals auditcommissie, maar ook persoonlijk als raadslid vind ik dat ook heel erg belangrijk. Nou, Ik heb het gevoel dat we nu in onze gemeenteraad echt wel hebben laten landen. dat die PNC-producten hele mooie producten zijn. om te kijken, niet alleen naar financiële rechtmatigheid. maar ook naar doelmatigheid. Doe je nou het juiste met het geld wat je ervoor krijgt? En ik zei al dat uit het onderzoek naar aanleiding van het stadion ook was gekomen dat de informatievoorziening naar de Raad niet in orde was. Daar hebben we ook de afgelopen paar jaar vanuit de Auditcommissie een beetje een rol ingepakt, In opdracht van de Raad overigens. Om te kijken hoe kun je die informatiewaarde nou verbeteren van de PNC-producten. Daar hebben we met de Raad heel veel gesprekken over gehad. We hebben workshops gedaan. En gekeken wat vindt iedereen nou belangrijk. Nou, uiteindelijk is er heel veel gesproken. En een van de dingen die we hebben geadviseerd, dat is uiteindelijk in een raadsvoorstel beland... is dat het eigenlijk moet gebeuren bij de beleidsnotities. Op het moment dat je een beleid maakt, hoort daar een nulmeting in... hoort er criteria in waar langs je het gaat meten... hoort er een idee in hoe je dat doel gaat bereiken. Dus dat raadsvoorstel is recent aangenomen. En het andere wat we aan het doen zijn... is de raad meenemen in de Duizenbergmethode. We hebben nu voor het eerst vier koppels. Die gaan geloof ik, volgende week voor het eerst rapporteren... Dus het is een soort cirkeltje wat we daar hebben geïnstalleerd, eigenlijk. Een bus zijn in de raad, waarbij we dus die PNC-producten, de begroting en de jaarstukken gaan gebruiken. Ja, om eigenlijk ook op de andere manier te kijken: van ja, wat, wat betekent dat nou voor onze inwoners? Doen we nou met het geld wat we moeten doen? Volgens mij is dat kaarsje aangestoken, dat vonkje is aangestoken. Dus ja, ik hoop dat dat heel mooi vuurwerk wordt. Want uiteindelijk moet het in de raad niet natuurlijk gaan. Het is heel erg prettig als je uitkomt met je geld. Ontzettend belangrijk, een hele uitdaging, zeker nu we de decentralisaties hebben. Dat is ook in Haar en meer ook een hele grote uitdaging. Maar het gaat er natuurlijk ook om, ben je transparant? Doe je de juiste dingen voor je inwoners? Dus ja, ik hoop dat dat gesprek gaande blijft in de gemeente Haar en meer. Nou, mooi om te horen hoe je eigenlijk zeg maar, de borging in de processen ook hebt gezet. Dus dat is ook wel een goede tip, denk ik, om mee te nemen. Ik ga even naar Jeroen. Want ik hoorde Marken net zeggen: van uh, je moet de doelen stellen bij de kaderstelling. Nou, ik weet dat dat bij Apeldoorn op dit moment ook bij alle kaderstukken aan de orde is. Maar ik heb aan jou wel heel specifiek de vraag: hè, als je nou een andere wethouder een tip moest geven, hè, hoe voorkom je nou een incident? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel tools. Hè. We hebben natuurlijk ook risicomanagement goed geïmplementeerd op dit moment. Dat is er een onderdeel van. Maar waar we het nog niet over gehad hebben... is dat bijvoorbeeld je moet de basis wel op orde hebben. We hebben waslijsten gehad aan verbeterpunten. Dan komt de accountant weer langs. Dan komt de rekenkamercommissie weer langs. Dan hebben we de auditcommittee. Dat vult zich maar aan, zullen we maar zeggen, met acties. En daar hebben we op een gegeven moment ook van gezegd... stop, we voegen niks meer toe. We gaan prioriteiten geven aan de verbeterpunten... En waar wij de afgelopen periode, dus echt wel corona-gerelateerd tegen aangelopen zijn, is dat we de basis nog niet helemaal op orde krijgen. Daar waar we hem willen. Heeft ook met het cultuuraspect weer te maken. Men heeft elkaar niet gezien. Nieuwe collega's, nou noem maar op. We hebben het allemaal meegemaakt. Dus we lopen wat achter op schema. Wil niet zeggen dat we besloten hebben wat we doen, moeten we goed doen. Als de tip zou zijn, probeer niet te snel te gaan daarin. Je kan beter goed doen, stap voor stap. Prioriteer wat je gaat aanpassen en verbeteren, zowel in je werkproces als in je cultuur, dan dat je heel snel alles voor elkaar wil krijgen. En wat je dan ook moet doen, is je moet heel goed communiceren daarover in je organisatie, in de directie, in het bestuur, met de raad, met de auditcommittee. En dan moet je open in zijn met elkaar. En dan snappen ze ook. Dat is niet iets wat vervelend is of zo. Nee, je wilt gewoon beter doen met elkaar. En je weet waar de pijnpunten zitten. Dus dat geeft niet. Nou, dat zou voor mijn tip zijn: van doe vooral dat. Zorg dat de baas op orde is. En neem daarvoor de tijd. En neem daarvoor de tijd die daarvoor nodig is. Ja, geef wel vaart, hè? want je moet niet meer risico's lopen. Maar je kan dingen naast elkaar laten lopen. Hè? Wat ik heb gezegd over projectmanagement: hè? dat kan je verbeteren. Risicomanagement kan je tegelijk verbeteren en implementeren. Dus er zijn wel wat stappen die je tegelijk kan gaan doen. Maar tegelijk, als je te snel gaat, dan denk je dat je het op orde hebt. omdat je een paar afspraken maakt met elkaar, of dat soort zaken. Maar dan zitten ze niet geïncorporeerd in het denken en handelen en doen van de mensen. En dan werkt het nog niet. Heel herkenbaar. Het borgen van het proces. Marjo, dat ligt bij jou ook, denk ik wel. Wensen van de raad, he, transparantie, kaderstelling. Nou, er is straks een nieuw college, dus er komt ook weer een nieuw plan. Daar heb je als organisatie, denk ik, ook veel mee van doen. Maar wat zou jouw tip zijn om weer een stap te maken als organisatie? Nou, Jeroen haalde met de woorden uit de mond: zorg dat die basis op orde is. Dat vergt een lange adem. Die lange adem zul je dus altijd moeten hebben. En dan kun je stapsgewijs je interne beheersing verbeteren. Doe dat dus heel risicogericht. Daar waar je grootste risico's zitten, daar begin je. En zo pel je dat af. Hè. Dat doen wij in Rotterdam op dit moment rond fraude bijvoorbeeld. Waar zitten die? Waar moeten we echt aandacht aan geven? Nou, Dan doe je niet alles in één keer. Maar dan vraag je aan iedereen waar zit je top drie? Daar heb je natuurlijk het goede gesprek over. En zo ga je verder. Die basis op orde wordt ook steeds belangrijker, omdat een uitdaging is die we de komende tijd zien: de menselijke maat. Hoe gaan we zorgen dat we maatwerk leveren? Ja, dat kan als je dat niet goed borgt in je processen, kan dat leiden tot willekeur of ongelijke behandeling. En dan hebben we over een paar jaar een andere raadsanket of een ander onderzoek wat dat weer blootlegt. Dus die noodzaak voor die interne beheersing, die in de basis op orde te krijgen, die wordt alleen maar groter. Want dan ben je pas goed in staat om dat maatwerk en die producten op maat te leveren die gewenst worden. Want dat zijn ook gewoon de vragen die gesteld worden. Zorg dat je inderdaad dat maatwerk, dat je daaraan toe bent. En dat vergt juist dat je veel aandacht hebt voor je basis op orde krijgen, je processen op orde. En wat ik daaraan wil toevoegen, maar misschien mag dat, is dat zowel in de eerste lijn en die tweede lijn, dat die een combinatie moeten zijn die heel sterk is. Want ik heb wel ontdekt langzamerhand dat die tweede lijn eigenlijk ook wel zorgt voor een stuk wendbaarheid en richting risicogerichtheid zijn. En dat we daar ook wel de nodige aandacht aan mogen geven. Ja, en dat dat een gesprek tussen de eerste en de tweede lijn is, hè, waarbij dat eigenaarschap van die eerste lijn, dat dat essentieel is om die doelen voor die burger, de voorzieningen te hebben of het werk te doen wat je als gemeente moet doen. Dat is essentieel. En wij, de accountant, in onze rol van de toekomst? Nou, ik denk onze rol zal altijd blijven om zekerheid te blijven verschaffen. Alleen het object zal gaan verschuiven naar mijn idee. Nou, het kan al even voorbij, hè? Doelstellingen worden steeds belangrijker. Dus ook die niet-financiële informatie die gerapporteerd wordt. Ik denk dat daar ook de accountant een rol bij gaat krijgen... om dat te, zeg maar, te voorzien van een oordeel. Van, nou, is dit nou goede informatie die naar de raad toe gaat? Daarin zullen we opschuiven. En in het tweede zie je ook dat in processen steeds meer digitalisering wordt toegepast. Nou, we hadden het al even over keuzes die gemaakt worden, algoritmes die gebruikt worden. Dus ik denk dat ook de rol van de accountant zal zijn juist in dat soort keuzeprocessen. Van, zijn dat nou goede algoritmes en worden daar de goede keuzes mee gedaan? Leidt dat tot een goede uitkomst? En dat we daar als accountant dus ook zekerheid bij gaan geven. Van nou, het proces is goed. En als dan de input goed is, ja, dan mag je verwachten dat het ook de output goed is. Mario? Daar zit precies ook die een beetje de klem die kan ontstaan. Hè? Niet om een somber geluid te laten horen, maar het is wel opletten geblazen. Dat enerzijds heb je die eisen die worden gesteld aan... nou, zorg dat je heel transparant en goed verantwoordelijk kunt aflopen de keuze die je maakt, gebruik van die digitale technologieën... dat die algoritmes niet verkeerd zijn ingestoken... dat je niet op een of andere manier ergens uit de bocht vliegt. En aan de andere kant ook dat maatwerk wat van je gevraagd wordt. Dus daar zit echt een spanningsveld wat de eisen doet toenemen... En daar moet je ja, goed een gesprek over aan, maar ook hard aan het werk om je beheersing op orde te krijgen. En ja, daar goed over uit te kunnen leggen wat je doet en welke keuzes je daarin maakt. En die keuze kan soms zelfs achteraf niet de goede zijn gebleken. Maar als je maar vooraf hebt toegelicht waarom je dat gedaan hebt en met elkaar dat goed doorleefd hebt. Heeft iemand nog een aanvulling? Anders ga ik afronden. Want we zijn alweer aan het einde gekomen aan deze eerste podcast. En we zijn van die brede verkenning via de praktijk naar de tips gegaan. En de praktijk gaven ook al heel veel tips mee, moet ik eerlijk zeggen. En we zagen twee bewegingen, als ik even zo mag samenvatten. Een beweging van controle op financiën en rechtmatigheid... naar controle van echt het bereiken van je beleidsdoelstellingen... en hoe je dat dan daadwerkelijk gaat organiseren. En ook van hoe het op de agenda houden. Zorgen dat je ermee bezig bent, zeg maar, op alle tafels die er te doen... en dat wij daar ook allemaal onze eigen rollen in te spelen hebben. Interne beheersing is daarbij het fundament. De basis werd hier al genoemd. De basis moet op orde zijn om die maatschappelijke doelen te realiseren... En ook voorkomen dat er overheidsgeld wordt verspild, want ik denk dat dat voor iedereen ook heel belangrijk is. Antoneel, je zei het al, wij moeten professioneel kritisch blijven. Ik denk dat dat ook onze rol is. Ook helpen, denk ik, om die gemeentes een stap verder te gaan en ook daarin te durven. Dus dat we niet bang hoeven te zijn om stevig daarin te acteren, maar ook wel positief te blijven en de verbeteringen te zien. Nou, dank u wel voor de tip. Die ga ik aan al mijn collega's ook zeker doorgeven. En graag wil ik onze gasten dan ook bedanken hè, voor hun bijdrage. En natuurlijk onze luisteraars voor hun interesse en hun aandacht. De volgende podcast die gaat over de kwaliteit en de informatiewaarde van de verslaggeving. Tot de volgende keer.